allemaal en superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we weer verder met het paardenspel Whisper. De allereerste video die ik van Whisper heb gemaakt, die vonden jullie dus echt superleuk. Dus het is tijd voor een tweede deel, maar dit keer gaan we ook verder met het allernieuwste spel van Whisper. Er is dus een tweede deel uitgekomen voor de Nintendo Switch en de PlayStation en die ga ik vandaag dus testen. En heb je nou ook heel erg veel zin in deze video, net zoals ik, doe dan een blauw duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Ik had al gezien dat het spel heel erg spannend zou gaan worden, dus laten we gauw beginnen met een nieuw spel. Oh ja, kijk, dit bedoel ik dus. Dit ziet er eigenlijk al niet heel erg goed uit. Oh, het paard. Ja, daar hebben we Stormwind weer. Oh no, Mika is van de paard afgevallen. Oh, het begint dus gelijk inderdaad al spannend. Nee, het hele landschap zit in de fik. Oh, daar gaan ze. Oh. Zij rennen als enige overlevende uit de brand. Oh, dit ziet er niet goed uit. Oh, ik kan draaien. Ik weet nog van de allereerste editie toen we dit spel gingen spelen. Dat landschap was zo ontzettend mooi en het spel was zo mooi gemaakt. Maar nu is alles straks afgefikt als we weer gaan beginnen. Oh no, ik hoop wel eigenlijk dat ze er levend uitkomen. Dit begint gelijk wel een beetje eng. Stormwind. Oh, is ze nou dood? Ik hoop het niet. Oh, er rijdt nou een auto voorbij. Adi. Wat? Oké, het begint al leuk. Ben je gek geworden? Waar ben ik? Wat is er gebeurd? Je zit nog steeds bij me in de auto, net als een uur geleden. Daar zijn we dan, de Ranch Kaltenbach. Het ligt er maar net aan hoe je het zelf wil zien. Adi, ben je gek geworden? Oh, oké. Oh no. Adi is uit de auto. No. Nou, gelukkig is ze levend uit de auto gekomen. Oké, wat moeten we doen? Een nieuwe vriend. Volg het pad naar de weide. Wow, het spel begint ook gelijk heel anders dan de allereerste editie van Whisper. Want dat toen begon het dus op een paard met Windstorm en met Mika. En toen gingen we door het landschap rijden. Maar nu zijn we gewoon heel iemand anders. Maar goed, heb je de allereerste video van Whisper dus nog niet gezien? Kijk dan even in het i'tje, want daar speel ik dus de eerste editie. En deze video is dan ook in samenwerking met Mindscape, degene die het spel dus hebben gemaakt. En ik zou ook nog zeggen, blijf zeker kijken tot het einde, want ik heb dus ook nog een winactie waarbij je kans maakt op 50 euro shoptegoed voor de Nintendo eStore of de PlayStation Store. Hé, maar wacht trouwens, ik zit wel heel leuk mijn verhaal aan te houden, maar hier staat Windstorm, zonder Mika. Waar is de rest gebleven? Oh, en die man die staat hier nou ook. Stond hij er net ook? Ik had hem eigenlijk helemaal niet gezien. Oh, ik ben nou ineens op een andere plek. Dit is Sam en hij zegt, daar zijn we dan, op Ranch Kaltenbach. Oh, dit is de ranch. Aha, die hadden we de vorige keer niet gezien. Toen hadden we niet zo heel veel huizen. En wil je naar de bron gaan en een emmer water voor me halen? Oké, maar waar moet ik heen? Oh, kijk, dat zie ik bovenin. In dat balkje. En als ik zo draai, dan zie ik waar ik heen moet. Dus ik denk dat ik hierheen moet. Ja, en nou nog 50 meter. Ik hoop dat jullie het zien, want de tekst staat best wel klein. Huh, een kat, ik kan hem aaien. Oh, er stond een knopje. Wacht, nu dan? Oh, huh? Verdien vertrouwen door taken te voltooien door bepaalde personages. Oké, dus ik kan nu vertrouwen opbouwen met dieren. Oh, maar dat is leuk! Oké, nee, maar wacht. Eerst mijn water pakken. Dit is je kompas. Het laat je de richting zien naar belangrijke locaties. Ja, dat hadden we dus net ook ontdekt. En nu moeten we zo te zien terug met het water naar Sam. Oh, trouwens, kijk dit ook. Er ligt hier een stapmolen. Ik heb letterlijk nog nooit een paardenspel gezien waarin ze een stapmolen maken. En wat? Er ligt hier een paard. Hallo, bro. Jij ligt eigenlijk aan de verkeerde kant van het weiland. Want jij hoort in een weiland te liggen, maar hij ligt voor de stapmolen. Oh, ik kan hem ook aaien. Oh, hij vindt het wel lekker dat ik hem midden in zijn maag zit te aaien. Oké, maar terug naar Sam. Daar was ik nou toe onderweg. Oh, hier is hij ineens. Ik schrik me dood. Ik moet zadels pakken. Sam die wil gelijk dat ik heel veel klusjes ga uitvoeren hier op de boerderij. Maar eerst even kijken weer bij dit paard. Oh, ik kan eigenlijk de paarden alleen nog maar aaien. Ik kan er nog niet echt mee rijden. Moet ik hier zadels pakken? Maar hier staan geen zadels. Hier staat alleen een enge vent. Waarom zou je met een stropdas bij de paarden gaan staan? Oh, nee, deze vent die ziet er niet echt heel prettig uit. Hij is een beetje eng. Ik heb ze niet gezien, nu opgehoepeld. Oh, het klopt al dat ik hem niet zo aardig vond, want hij is ook niet aardig. Nou, oké. Het ziet er wel echt heel echt uit, dit spel. Kijk, het lijkt wel alsof de graphics nu van deze versie nog veel mooier zijn dan de eerste. En voor jullie dan goed om te weten, want dit is dus Whisper, een onverwachte ontmoeting. En die is nu nieuw voor de PlayStation en de Nintendo Switch. En als je het spel zeg maar zo koopt, dan krijg je er volgens mij ook nog een digitaal doelboek bij. Dus helemaal leuk. Maar we gaan even verder met testen, want ik moet even op zoek naar die zadels. Ja, ik denk dat ik ze... Oh, heb gevonden hoor, de zadels. Yes. Oké, ik heb nu de zadels bij me, blijkbaar. Sam, kom snel. Er is iets gebeurd. Sensatie, daar hou ik van. Zouden ze Mika hebben gevonden? Dat hoop ik. Maria, ze werd niet goed en stortte in. We hebben de ambulance gebeld. Oh, nee, oké, dat is de sensatie die we niet willen. Dat is iets te heftig. Oh, wacht. Er staat trouwens zelfs een ambulance voor de deur. Mevrouw Kaltenbach, gaat het?
We hadden even pauze en toen viel ze ineens. Oh, wat sneu. Ze viel. U wordt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Oh yeah, dus nou is haar huis leeg. Dus nu mag misschien Ari in dit huis slapen. Geen idee of dat kan, maar ik doe even een wilde gok. Waar is dat huis dan? Ik zie even niet hoe deze ranch in elkaar zit. Oh, wow. Huh? Dit had ik ook nog niet gezien. Er zijn hier allerlei paddocks. 3 paddocks. En er staat hier ook een paard. Hallo. Is er ook iets van een map of zo dat ik kan zien hoe groot deze wereld is? En ik wil eigenlijk ook op een paard rijden. Maar, oh. Huh? Huh? Wat is dit groot? Ik ben nou nog maar hier. Kijk hoe groot dit landschap is waar ik allemaal heen kan. Dit lijkt wel gewoon een voetbalveld, een meertje, het landhuis, kazerne, een mijn, boogschietterrein, luchthaven. Oh, zouden we straks al kunnen vliegen? Oh, een kasteelruïne. Ja, volgens mij gingen we die in de vorige aflevering ook zoeken, maar toen had ik die uiteindelijk niet gevonden. Maar ik heb nog nooit een paardenspel gezien met zo'n grote map. Dit is bijna nog groter dan heel Star Stable. Maar oké, we gaan verder met de missie. Wat moest ik doen? Ik moet Tinka vinden. Hé, hey, ja! Hier is Windstorm of Stormwind, want in het spel noemen ze hem dan weer Windstorm, dan weer Stormwind, dus het is gewoon steeds een mix. Maar hier staat hij hoor, onze grote vriend. Zou je misschien een rit willen maken met Stormwind? Ja, want ik wil nou wel een keertje op een paard zitten eigenlijk. Tinka gaat met je mee voor een rit over de range. Oh, Tinka gaat met me mee. Oké, ja, ik kan het eigenlijk ook wel zelf. Oh, huh? Je kan er gewoon letterlijk op en af nu. Oh, ik heb de verkeerde knop ingedrukt, want ik ben hem nou gewoon blijkbaar weer aan het aaien. Hup, oh, ja. Ik zit op het paard. Oh, huh? Ja, oh wacht, daar gaat Tinka. Ja, bro, ze gaat veel te snel. Dit kan ik er niet bijhouden zo. Oh, oh, yo, wacht even. Ik heb mijn paard nog niet onder controle. Te langzaam. Ja, oh, kijk hoe snel die draaft. Het is net een Raya. Wacht, ik moet even kijken hoe die controles werken hoor. Want dit werkt weer even anders dan we gewend zijn. Oké, we zijn nu aan het draven. Ik ben ook Tinka kwijtgeraakt. Oh, daar staat ze. Ze staat hier. Oh, oh, hier zo, met een paard. Ze heeft trouwens ook al een mooi paard. Een gevlekte. Oh, oh, ik bots hem tegen haar aan en mijn paard gaat gelijk stijgeren. Oké, ik heb het een beetje door. Je moet eigenlijk niet te snel bewegen, want anders gaat het te snel en dan raak je zo alles en iedereen kwijt. Het wordt trouwens ook avond op dit spel of zo. Kijk dan. Wow, er komt helemaal een zon. Oeh, dit is echt zo mooi. Ik heb nog nooit een paardenspel gehad wat zo realistisch eruit ziet. Kijk dan, dit lijkt toch gewoon net echt. Oh, trouwens, ik ga helemaal de verkeerde kant op. Ik heb Tinka weer ergens achtergelaten. Ja, tante Tinka is mij niet gaan achtervolgen. Nou moet ik weer even kijken waar ik erop achtergelaten. Oh, volgens mij staat ze daar te chillen. Oké, snel, snel. Sprinten. Kijk hoe snel dit gaat. Daar staat ze hoor. Ze hebben alleen geen cap op allebei. Dat is dan net weer een beetje niet het goede voorbeeld, hè jongens? Waarom gaat ze elke keer rondjes draaien? Het lijkt er een beetje op alsof ze niet weet waar ze heen moet. Want we draaien elke keer rondjes. Misschien moet ik haar ook niet inhalen. Misschien moet ik gewoon eens even naar haar luisteren. Want elke keer zodra ik een andere kant op ga, gaat ze stilstaan. Ja, oké, kijk, nu komen we ergens anders. Dus ik moest gewoon achter haar blijven. Ik ging veel te snel. Trouwens, het wordt donker op het spel. Ik weet niet of ik ergens een tijd kan zien, maar het wordt steeds donkerder. Dus we waren net aan het kijken naar de zonsondergang. Wacht, waar is ze gebleven? Oh, daar! Tante Tink is hier. Oh, oh, dat ging even heel snel. We switchten ineens. Oh, kijk nou, dit lijkt gewoon net een beetje de Sims 3. Het ziet er heel cool uit. Ari, zou je misschien een parcours op de ranch willen doen? Oké, dus ik zet letterlijk net 1 dag op het paard. En ik mag nou wel een soort springparcours gaan doen. Dat vind ik best wel leuk. Spatiebalk indrukken om te springen. Oh, oh, als je de knop gebruikt om te gaan springen terwijl je stilstaat, dan ga je stijgeren. Dat vind ik wel tof. Oh, oh, wacht even. Ik moet even luisteren naar de checkpoints. Voltooi het parcours. Oké, oh, dus dan moet ik zo meteen daar overheen. Oké, dat kan ik. Oh nee, ik ga veel te snel. Dit kan nooit goed gaan. Oh, nee. Oh, het is goed gegaan, denk ik. Oh ja, huh? Oké, dit is een heel raar off-road parcours. Ineens gingen we door de bosjes, maar uitstekend. Oh, dit is best lastig, maar het gaat goed. Ja, we zijn er bijna. Oké, goed gedaan. Yeah, oké, ze zijn blij met mij. Dat is mooi. En hier de finish. Oeh, gelukkig staat er geen tijd bij. Want ik deed er best wel lang over. Want het was oprecht best wel moeilijk. Het paard krijgt vanaf nu een speciale training. Iedereen moet weer aan het werk. Stormwind gaat met mij mee. Ik weet niet waar dit verhaal heen gaat van het spel. Want dit is die niet zo aardige grappie. Dus dit kan misschien wel eens de bad guy van het spel zijn. Nee, Sam, hou hem tegen alsjeblieft. Oh, kijk, ik ga helemaal schreeuwen. Word helemaal boos. Ga van het paard af. Oh, het wordt echt een gevecht. Ze zijn helemaal boos. Laat me er langs. Ik moet naar Stormwind. Ik dacht het niet. Jij blijft hier. Denk maar goed na over wat je hebt gedaan. Wacht, ik heb het even gemist. Wat heeft hij gedaan dan? Want ik ben toch letterlijk alleen van het paard afgestapt? Oh,
Oké, ik ben nou dus gewoon ineens buiten gezet. Want ze werden allemaal een beetje boos op mij, op Arie. Omdat hij dus dat paard wilde beschermen. Omdat hij die trainer niet vertrouwt. En nou moet ik ineens ontsnappen van de ranch. Maar ik zie dat ik dat niet ga doen zonder Stormwind. Want mijn volgende missie is nou vind Stormwind. Dus ik denk dat ik van de ranch ga ontsnappen met mijn paard. Dus ik ga gewoon letterlijk dat paard jatten. Het is ook echt donker geworden op het spel. Dus dat vind ik wel cool. En trouwens, wat gebeurt hier? Huh? Wat? Het staat hier in de fik. Oh. Oh no. Hé? Hey, dat is die rare vent. Brand, wie had ooit gedacht dat een legende zoals jij bang zou zijn voor wat vlammetjes? Oh, is hij een soort brandtraining aan het doen of zo? Maar dat paard is natuurlijk letterlijk een kwartier geleden door het vuur heen gerend. Dus waarschijnlijk weet die trainer dat niet. Dat paard heeft waarschijnlijk echt een trauma aan het vuur overgehouden. En Arie probeert natuurlijk weer dat paard te redden. En dan hopen ze weer Fitty. Oké, nu wordt het echt oorlog. Want ik moet Stormwind gaan stelen. Dat paard ook gewoon. Oh, hij rent door het vuur. Hoe ga ik dat doen? Terwijl die vent hier gewoon letterlijk staat toe te kijken. Hi, ik ga even je paard jatten. Ik hoop dat je het oké vindt. Maar moet ik hem niet eerst even aaien? Want sorry, ik kan je nu niet aaien. Nou, ik denk, ik kalmeer het paard even, want kijk hoe boos die is. Maar dat lukt niet. Dus we gaan er maar gauw op. En waag het niet om de ranch te verlaten. We zullen jou en het paard te pakken krijgen, hoor je me? Kijk hoe die staat. Oh no, hij gaat toch niet achter me aanrennen? Dat zou echt heel eng worden. Als die vent nou ineens achter die aan zou gaan rennen met een motor of een eigen paard. Oké, nou, doei. Oh, volgens mij blijft hij nou gewoon letterlijk daar staan. Ja, kijk, hij staat er alleen een beetje te schreeuwen van waarom zit je mijn paard te jatten. Maar nee, hij is niet boos. Oké, nou kom, paard gauw wegwezen, want het is alvast wel weer een tijd. Ja, zie je, 30 seconden. Oh, wacht, dit gaat veel te snel. Ik heb nog 25 seconden. Oh, dit duurt veel te lang. Ik ben veel te lang bezig. Ja, oké, als je gaat sprinten en je maakt geen bochtjes, dan is dat te doen. Oh, ik ben nou gewoon letterlijk dat paard aan het jatten. En al die mensen daar, die waren al helemaal boos. En nou worden ze alleen maar bozer, omdat ik dat paard heb meegenomen. Dus ik ben benieuwd waar we nu naartoe gaan, want het is een vet groot. Map. Gaat hij hier, die vent? Wacht even. Hoe kan ik dan dat punt aanraken als ik bijna word aangereden door die trekker? Hij lijkt nu stil te staan. Oké, dat was echt even heel eng. Waar moet ik heen? Ik ben even kwijtgeraakt waar ik naartoe moet. Oh, hier. Huh? Oh, dit is zo raar. Kijk, daar komt ook weer wat aan. Oh, wacht. Oh, no. Nee. Oh, die auto verdwijnt nu gewoon ineens. Oh, ik sprint in de bosjes in het water. Oké, dit gaat goed. Zou die vent daarin zitten? Hij kan nog wel echt heel snel switchen van auto die hij heeft. Oh, dit is echt heel spectaculair. Ik hou echt van die paardengames met allemaal spektakel en sensatie. Maar ik ben wel behoorlijk ver aan het rennen. Dus ik heb eigenlijk geen idee waar ik helemaal naartoe ren met mijn paard. Ik vind het tot nu toe echt heel leuk. Oh, wacht. Nee, staat hij nou oprecht ook gewoon politie daar? Ja! Oké, wacht. Een beetje sneaky proberen weg te lopen, want ik ben eventjes kwijt waar ik nu naartoe moet. Oh, ik heb ook nog maar 23 seconden. Oh, poep, waar moet ik heen? Want ik heb niet opgelet. Oké, hier. Er stond daar gewoon politie. Oké, we doen gewoon alsof we het niet hebben gezien dat er politie achter ons aan zit. Oh, wat? Ik ben blij dat dat er gewoon een filmpje was. Want als ik dat had moeten doen, zelf, was het nooit goed gekomen. Ik weet niet of jullie het zagen, maar we werden bijna aangereden door een politieauto. Oké, dat paard is zenuwachtig. Ja, dat snap ik op zich wel. Hey, zij komt ineens tevoorschijn als een of andere soort van engel. Ze zegt niet bang zijn, strijder. We staan aan jouw kant. We zullen je beschermen. Is ze dan echt dood? We krijgen een laadscherm. Het wordt een cliffhanger. Waarom zag ze eruit als een soort van engel? Oh. Ik dacht dat Arie dood was. Maar gelukkig, ze staat op. Oh nee. Is die boos? Dat zal vast wel. Dat is die man die we aan het begin van de video zagen. Je bent in de noordelijke heuvels. Je raakte bewusteloos, maar Stormwind heeft goed voor je gezorgd. De politie is naar je op zoek. Oh, ik vind het echt heel leuk. Ik ben echt zo benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Aha, het lijkt er een beetje op dat wat wij hebben gedaan, die hele ontsnapping aan de politie, dat Stormwind daar iets te gestrest van is geworden. En nu moet ik dus opnieuw een band opbouwen met Stormwind. En dat doe ik alleen door middel van training en samenwerking. Oh, oké. Dus nu ben ik hier in de wilde wildernisheuvels. En oh, wacht. Oh nee. Oh, dit was niet de bedoeling. Ik wilde kijken naar het uitzicht. Maar vervolgens ren ik gewoon letterlijk die klif naar beneden. Oh nee. Oh, ik heb het nou toch niet verpest. Kan ik please weer gewoon weer bovenop die heuvel komen bij Stormwind? Anders moet ik helemaal omlopen. Oh yeah, het lukt. Maar wat moet ik doen dan? Dit is cool. Als je op zo'n knop drukt, dan gaat dat paard jou gewoon achtervolgen. Dan roep je hem weer bij je. En als ik nou op die knop druk. Dan glitcht die ineens voor mijn hoofd. Oh, maar dat is handig. Oh, wacht. Ik snap het al. Ik moet die dingetjes weer gaan volgen. Oké. Ik vind dat dit paard wel echt heel schattig draaft. Het is echt heel leuk. Kijk hier.
niet eraf. Nou, dat gaat wel leuk. Ik ben benieuwd waar we nu heen moeten. Want ik moet dus weer allemaal van die dingetjes volgen. Wow, kijk dat ook. Kijk die gigantische brug. Kunnen we daar ook naartoe? Over die hele spoorbrug? Wow, dit is echt zo'n mega groot spel. Oh, sorry paard. Ik reed je bijna van de klif af. Maar ja, hier. Is dit dat? Radiotoren. En dan hier. Kunnen wij hier komen? Ja, misschien wel. Het staat wel op de kaart. Oh, we zijn er weer. Maar we hebben gewoon letterlijk een rondje gereden. Of was dat soms de missie? Dat ik het gebied moest verkennen of zo? Oh, ja, we mogen naar het kasteel. Yes, we moeten een kampeerplek zoeken bij het kasteel. Ja, komen we toch nog een keer bij een kasteel. Yes, ik vind het altijd zo leuk. Kastelen in spellen en zo. En hoe ze dat hebben gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe het kasteel eruit ziet. En oh, ik moet ook echt heel ver lopen. 642 meter. Kan ik dan ook zien op de map waar we naartoe moeten? Ja, naar dit kasteel hier. En waar zijn wij nu dan? Oh, wij zijn hier. En het kasteel is daar. Oké, ik ben bijna bij het kasteel. Ik moet echt nog 30 meter of zo. Dus het moet eigenlijk hier zijn. Is dit het kasteel? Oh, nou, daar is niet heel veel meer van over eigenlijk. Nou, de vorige keer was het ook al zo inderdaad. Dat het kasteel helemaal was gesloopt. Ja, het kasteel is een beetje dood. Kijk maar, hier staat een trap. Oh, ja, dit was eigenlijk niet de bedoeling, maar ik sta nu op het kasteel. Oh ja, mijn paard staat echt op de scheuren van. Ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe ik hier kom. Hoe komen we hier nou weer af dan? Ik heb mezelf weer lekker in de problemen gebracht. Ik weet niet hoe. Oh, wacht, ik weet wat ik ga doen. En dan druk ik op de knop om de paard naar me toe te roepen. Ja, kijk jongens, wat handig dit. Dit is toch fantastisch. Ik heb de paard gewoon in één keer naar me toe gehaald. Hallo, oké, wat moest ik ook weer doen? Ik weet het niet. Zoek naar het kampvuur tussen de kasteelruïnes. Ja, die heb ik nou dus gevonden. Oké, wat moet ik doen? Oh, wow. Oh, ik ga slapen. Oh, dit is... Oh, kijk. Oh, Stormwind gaat ook liggen. Oh, wat lief. Oh, hij is al opgeslagen. Oh, en het is weer ochtend. De nieuwe dag is begonnen. Ah, kijk dat paard nou. Oh, en het ochtendzonnetje. Ah! Dit is toch fantastisch, jongens. Dit is toch de droom van elke paardenliefhebber, gameliefhebber. Maar het is gewoon echt een opkomend ochtendzonnetje. Nah. Maar jongens, we zijn dus weer begonnen met een nieuwe dag en weer nieuwe missies. Ik vind het in ieder geval nu al superleuk. Dus wil jij nog een nieuwe video van dit spel? Laat dan weer een eende emoji achter in de comments. Maar ik mag dus een hele gave prijs weggeven. En dat is maar liefst 50 euro shoptegoed voor de Nintendo eShop of PlayStation Store. Dus wil je nou kans maken op gratis 50 euro... om zelf een hele leuke game uit te zoeken op de e-shops? Nou, kijk dan even op mijn Instagram, want daar komt vandaag of morgen een winactie online waarbij je dus kans maakt op 50 euro. Wil je nou veel meer paardenspellen zien op mijn YouTube-kanaal? Abonneer dan zeker op mijn kanaal, want ik maak nog veel meer paardenvideo's. En doe natuurlijk een duimpje omhoog als je deze game ontzettend leuk vond en laat een hele leuke reactie achter. Ik ben zo benieuwd wat jullie van dit paardenspel vinden. Ja, en dan wil ik jullie natuurlijk heel erg bedanken voor het kijken en tot in de volgende video maar weer. Doei doei!